Wat als Gods volk zou opstaan, levend in de wereld maar vanuit bijbelse, goddelijke principes? Wat als zij deze zouden toepassen in het dagelijks leven, levend in de wereld, maar vanuit andere waarden? Wat zou het betekenen in ons dagelijks leven, wanneer onze waarden gebaseerd op zijn woord onze levensstijl verandert, ons leven mooier en rijker maakt, onze daden impactvoller maken? Wat zou God kunnen doen door zo'n volk heen? Wat zou de impact kunnen zijn? Oké, Divergent, wat is dat? Nou, vanmorgen is altijd heel spannend. Eerste dienst, ons creatief team. Die hadden met elkaar dat zo bedacht. Dus het is niet eens mijn titel. En toen dacht ik even, wow. Dus Erald en ik keken elkaar aan. Nou moeten wij met dat thema handelen en wandelen. Ik ben er enthousiast over. Dus gelukkig, de spanning is eraf voor mij. Ze hebben het overleefd vanmorgen en ze waren happy. Dus dan gaat het hier ook wel goed, hoop ik. Nou, misschien ook niet. Nee, en divergent. Afwijkend. Dat je anders bent dan de rest, dat het uiteenlopend is. Dus je loopt niet naast elkaar, het is uiteenlopend. Het is anders, afwijkend. Dus het woord afwijkend. Nou, dat is het, maar dan denkt iedereen, ja, oké, dat horen we wel een beetje. Wat zou dan de impact kunnen zijn in ons leven als wij divergent, als wij afwijkend zullen zijn? Nou, even een klein stukje misschien mijn verhaal. En een paar minuten. Ik kom uit Zipklo, een straat. Ik zag laatst nog een foto van toen ik in het album bij mijn moeder keek. En echt vanuit onze huiskamer zag je de varkens en de weilanden en zo allemaal. Dus daar kom ik vanuit. Dorpje met 8 straten. 5 kilometer van de Duitse grens, dus helemaal Oost-Nederland. En wij zitten hier nu, zeg maar 5 kilometer van de Noordzee. Dus helemaal de andere kant. Vroeger was ik als kind altijd ziek. We zitten nu trouwens in de regeringsstad. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Van een klein dorpje nu in een hele belangrijke stad. De regeringsstad van Nederland. Oké, ik was vroeger altijd ziek. En ziekenhuizen. En ze dachten dat ik maar 10 jaar zou worden. En nu ben ik levendgevend. Je bent gezond. Je bent krachtig. En je kan veel andere mensen helpen. Vroeger was ik eenzaam, was ik heel erg alleen, was ik te veel alleen. Zag ik het in dat opzicht, dacht ik, wat is mijn toekomst? En nu mag je een moeder zijn voor velen en dat is een heel ander leven. Hey, dit en dat, het, hoe het was, hoe het kan worden en God heeft nog veel meer mooiere dingen. Divergent, afwijkend. We mogen afwijkend zijn. Nou, ik ga natuurlijk met een paar bijbelteksten komen. Efeze 4, ik vind het mooi om even uit de herziene Statenvertaling te lezen. En lees even met me mee. Dit zeg ik dan, en getuige van de Heere dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken. Nou, zinloosheid heb ik bijvoorbeeld geel onderstreept. Zonder doel, zonder zin. Je wandelt zomaar wat. Maar God wil dat wij niet zo wandelen zonder een doel. Maar God heeft ons geroepen met een doel. En zijn doel, dat geeft ons dat wij divergent, dat wij afwijkend met de wereld, maar met een doel mogen wandelen. Dat is mooi. Dat is mooi. Dus niet zinloosheid van hun denken. En dan staat er verduisterd in het verstand. Dus je leeft in de duisternis. Dat is zoals de wereld. Je wandelt in de duisternis. Je ziet niet waar je heen wandelt. Je hebt eigenlijk geen doel. Je valt over de brokken en de schaten en de onregelmatigheden op het pad. Want je ziet het niet. Maar met God hebben we de Heilige Geest. Met God mogen we wandelen. Mogen we divergent, afwijkend dan de wereld, in het licht wandelen. In zijn koninkrijk wandelen. Van liefde en vrede en rechte gerechtigheid. En heling en troost en geloof. En dat het tijdelijk is hier. Dat we later een eeuwigheid hebben met gouden straten. Droom je daar wel eens een beetje van, lieve mensen? Hallo? Moeten we dan een zonnebril opzetten of zo? Voor al dat geglitter en zo? Wij doen een beetje allemaal neppies hier allemaal na en zo. Met glitter hier en daar. Hallo? Straks lopen we te hikken tikken met onze hakken op de straten van goud. Lieve mensen, mooi. Kan je dat voorstellen? Dit is tijdelijk dat je hier zit. Straks heb je een eeuwigheid. En de wereld denkt dat dit alles is.
het is er en het gaat weer of zo. Hallo, we hebben divergent, afwijkend dan misschien de meerderheid nu denkt. Maar we hebben iets van God en iets wat van de Heer is. Ja, we vinden het al wat mooier worden. Nou, we gaan even verder lezen. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is. Weet je wel, als je God niet kent, dan ben je ervan vervreemd. En dat we willen niet veroordelen. Wij willen niet anderen veroordelen. Want zelf zijn we allemaal zo geboren, vervreemd van God. We hebben allemaal de keuze nodig om bij Hem te kunnen komen en bij Hem te zijn. En met Hem te zijn. Maar met God maakt het allemaal anders, lieve mensen. En dan staat hier, door de onwetendheid die in hen is. Dus het is onwetend. Door de verharding van hun hart. Ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden. Overgeven aan losbandigheid. Om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Trouwens even over die onreinheid. En even. Seks is Gods idee. Dat wil ik er eventjes in hebben. En in het huwelijk bedoelt God met een vorm van liefde. Niet van ik heb zin in seks klaar. Nee, in een vorm van liefde. Tot de dood je scheidt. En dat is het andere. Nou, dus we veroordelen niemand. Maar ik wil laten zien dat God het goede met ons voor heeft. Ja? Dus dat wil ik er even bij hebben. Oké. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt. En door hem bent onderwezen. Hallo? Sommige mensen zeggen. Ja, ik heb wel over Jezus gehoord. Dat is niet genoeg. Nee. Nee. Er zijn heel veel mensen die over Jezus wel eens gehoord hebben. Wat heb je dan over hem gehoord? Het is het kenmerk van onderwijzing die laat zien hoe goed hij is, hoe mooi hij is. Dat hij het beste met je voor heeft, dat hij je beschermen wil. Dat hij je de weg wil wijzen of je links of rechts af moet gaan. Dat hij je raad wil geven, inzicht wil geven. Het beste met je voor heeft, dat hij een schuilplaats voor je is. Dat hij geloof geeft, dat hij vrede geeft, dat hij eeuwig leven straks geeft. Dat hij de pijn, alle pijn, de tranen van je ogen zal afwissen en nog veel meer. Dat is maar, wat heb je? Ben je onderwezen? Onderwijs jij je kinderen? Onderwijs je je kleinkinderen? Onderwijs je achterkleinkinderen? In de goedheid van God. We hebben onderwijzing nodig. Niet van, nou we zien wel. De wereld onderwijst dat niet. Wij zijn divergent. Anders. Afwijkend. Dan wat normaal lijkt. Maar het is eigenlijk abnormaal wat de wereld denkt. Zoals God het bedoeld heeft, dat is normaal. Oh, ja. Oké. Nou, wat betreft de vroegere levenswandel. Dus je had een oude levenswandel. De oude mens aflegt, dat bedoelen we niet in leeftijd. Maar wel het oude denken, het verkeerde denken. Het ikgerichte denken, het egocentrisch denken. Het denken zonder God, zeg maar. En dat is de oude mens. Die te gronden gaat, hij gaat te gronden. Door de misleidende begeerte en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Dus je mag vernieuwd worden. En u bekleedt met een nieuwe mens. Dus zoals je je aankleedt. Ja, heel simpel. Vond wel heel grappig. Vanmorgen hadden ze die mooie oranje verlichting hier. Kon je zo hier mooi op het podium zien. Tijdens dat ene licht, dat ene lied van Wandel in het licht. En ik dacht, oeh, oranje licht. Ik dacht, dat vloekt met de roze. Dat past niet. Maar gelukkig, ze hebben de lampen aangepast hier. Dus dankjewel Beamer en de rest, het geluid en licht. Nee, het gelicht, licht. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt. Dus bekleed je, dat is bewust je aankleden met een nieuwe mens. Niet opeens van, nou, het is er opeens. Nee, jij hebt de verantwoordelijkheid om je te bekleden met een nieuwe mens. Eigen verantwoordelijkheid. En die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. Dat is het. Wij gaan meer en meer op God lijken. Dat is het mooie. Dus dat wij meer op hem gaan lijken. En God is liefde. Dus wij zullen ook meer naar zijn karakter, naar zijn kenmerken, naar zijn houding. Daar zullen we meer op gaan lijken. Dat is mooi. Nou, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Het is mooi als je meer gerechtigheid hebt in je leven. Ik ben een type, dus sommige mensen kunnen, daar heb ik ook zoals het last van gehad, slecht tegen onrecht. Dat doet pijn, dat is niet eerlijk en zo. Maar God wil gerechtigheid brengen. En hij wil ons schapen met gerechtigheid. Vertrouw hem daarin en zo, weet je wel. Dat is mooi en Ik hou van Efeze 4. Ik hoop dat je hem veel gaat lezen. En dat wij daar gewoon wat aan hebben, weet je wel. Dus lees hem thuis lekker nog een keertje na. Ik heb een stukje achtergrond van Efeze. Weet je, we hebben vorige week hebben wij paasfeest gevierd. En dan heb je dat de Heer Jezus Christus voor ons aan het kruis is gegaan. Voor onze tekortkomingen, voor onze zonden. En daardoor ons weer brengt
bij de hemelse Vader, bij God. Vaak is er een afstand tussen ons en God. God ver weg, maar God wil niet ver weg zijn. Hij wil een Vader voor ons zijn, dichtbij. En door Jezus mogen wij weer kinderen van God, door het geloof in Jezus, mogen wij weer kinderen van God zijn. En dat is wat die mooie eenheid is. Dat is wat ons gelukkig maakt om een kind van Hem te zijn. Divergent, anders dan anders. Nou, Christus Jezus heeft de schepping en de mensheid met God weer verzoend. En nu heb ik in Efeze 1 vers 3 hier. Dat gelovigen hebben veel geestelijke zegeningen van ontvangen. Weet je dat? Dat jij en ik, die hebben niet een beetje veel, maar alle geestelijke zegen van Hem. Alle. Alle. Nou, vroeger zei ik wel eens bij de jeugd van prik elkaar in de navel en zeg alle. Nou, dat vindt de jeugd leuk. Dat ga ik nu niet zeggen. Maar ik vind het nog wel steeds een goed idee trouwens, maar laat maar. Gezegend zij de God en Vader voor onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle. Hallo. Alle geestelijke zegeningen. Alle. Dat betekent niet een paar. Wat zijn nou geestelijke zegeningen? Dat is ook vrede, dat is trouw, dat is eenheid, dat is liefde, dat is kracht, dat is wijsheid, dat is profeteren, dat is openbaring, dat is woorden van kennis, dat is de dingen van God. Alles wat met God te maken heeft, wat je dichter bij God brengt. En alle geestelijke zegen, dat is ook dat Hij je wil beschermen. En ja, er zijn zoveel dingen. Lieve mensen, alle is alle. Geestelijke zegen. Het is gewoon alles. Straks eeuwig leven. En dat is mooi. En ik hoop dat je het onthoudt. Nou, ik heb een paar punten opgeschreven. Een paar punten die ons misschien helpen. En in afwijkend zijn. Waarom afwijkend? Waarin afwijkend? Weet je wel? Gewoon afwijkend. Divergent. Afwijkend. Nou, waarin? A1 bedoel ik. Jezus Christus centraal. All about Jesus. En dat is ook de eerste van deze serie. Jezus centraal. En dan heb ik eigenlijk opgeschreven. Ken Hem. Zoek Hem. Dat is A. Heb contact met Hem. Leer van Hem. Wandel met Hem. Hou van Hem. Dus kortom. Prioriteit. Jezus. Jezus centraal. Hij centraal. Niet jezelf. Niet je eigen dingen. Je eigen ik. Ja, ik heb zo. Ik. Nee. Jezus centraal, Hij weet wat het beste voor ons is. Hij kan ons leiden. Je kan wel denken, ik leid mezelf. Maar Hij ziet meer dan wat wij zien. Een herder ziet meer dan wat een schaap ziet. En dat is mooi, weet je wel. Je denkt, misschien vind ik het helemaal niet mooi. Maar het is wel mooi, want het is veilig. Jij kan niet iets wat je niet hebt, heb je niet. Je mist gewoon dan dingen. En Hij weet waar de grazige weiden voor ons zijn. En nou, ken Hem. Zoek Hem. Joshua had net die tekst met het offer. Heb contact met Hem. Leer van Hem. Wandel met Hem. Hou van Hem. Weet je, en laat Hem bepalen of je links of rechts af moet gaan. Ik ben afgelopen vrijdag 4 bejaardenhuizen, dat zeg je nou niet meer, dat zeg je woonzorgcentra, wezen bekijken voor mijn moeder. Maar dat doe je biddend. Van Heer, wat zou voor haar het beste zijn? Ik weet niet wat er voor haar de beste contacten zou zijn. Of de beste programma's. Of wat de beste zorg is voor haar. Wat bij haar past. En je gaat je verdiepen. En dingen horen. En weet je, ze is tijdelijk vanwege haar dubbele botbreuk aan haar pols. Is ze, maar die 3 maanden is bijna voorbij. En ze kan niet meer zelfstandig terug op de 90ste. Dus nu een nieuwe plek. En dat is wel een keus wat belangrijk is. Voor haar. Voor haar. Want als het haar goed gaat, dan ben ik ook blij. Weet je? Dus het is, je, dat moet je biddend doen. En ik geloof dat de Heer, je wandelt en je loopt en je komt dingen op je pad tegen. En ik, oh, dit is volgens mij, oh, dat. Of je ziet dat die keuzes en we hebben er samen voor gebeden. En dat is zo belangrijk. Je kan dingen zo verschillend zien. Je kan dingen denken, oh, nu word ik ouder, dan ben ik alles kwijt. Zo denkt soms de wereld, oh, dan word ik ouder, ben ik alles kwijt. Ja, dat is zo. Maar, oh, ik hoor jullie denken, vooral, iedereen wordt ouder, hè? Iedereen wordt ouder. Maar de ouderen die hier zitten, ik hoor jullie denken, wat nu? Je kan ook denken, ja, klinkt misschien heel kinderachtig, maar zo zit ik in elkaar. Nou, niet kinderachtig, maar zo zit ik in elkaar, bedoel ik. En, ja, dan denkt iedereen, wat gaat ze nou zeggen? Nou, als je ouder bent, kan je ook bedenken, elke dag, en dat heb ik van Corrie ten Boom, maar ik heb het onthouden. Elke dag is een dag dat ik eerder bij Jezus ben.
En dan denk je heel anders dan over de situatie dan alleen maar geklaag. En je kan ook met dankbaarheid terugdenken wat je tot nu toe al hebt gehad. Wat heb ik van u ontvangen, Heer? Dat is heel anders dan dat geklaag en dat gedoe en dit of dat. En natuurlijk heb je ook moed en troost nodig van elkaar. Want ouder worden is een bepaald opzicht toch dat je een stukje afscheid neemt van gezondheid en kracht en zo. Dus dat snap ik, hè? Dus begrijp niet dat ik dat niet zie of zo. Maar er zijn wel wat dingen dat we met God anders kunnen zien. En dat je ook niet alleen bent en zo, weet je wel. Nou, B. Dus A is Jezus, of 1 is Jezus centraal en ken hem, weet je wel. B, we helpen mensen Jezus te volgen. Nou, dat is natuurlijk de grote opdracht. Maak discipelen. Weet je wel, ik kan Matthäus 18, dat kennen we natuurlijk al. Hè, dat iedereen gedoopt zal zijn in de naam van Jezus Christus. En dat iedereen, tot aan de uiteinde der aarde. Nederland is nogal eentje weg natuurlijk. Dat ze Jezus leren kennen. Maar de grote opdracht is er wel. Voor jou en mij. Om anderen bij Jezus te brengen. Hem te leren kennen. Wat dacht je nou? Waarom denk je nou? We zouden ook kunnen zeggen. Nou jongens, we Pasen doen maar één dienst. Makkelijk, klaar. Iedereen lekker daarna naar huis. Klaar. Hallo. We doen ons best. Om nog een dienst. En nog een dienst. En dan ben je zo blij. Want dan denk je, zullen de mensen komen? Zullen er 3 volle diensten? Er waren 3 volle diensten, mensen. Als er 1 blij was, wij waren blij aan het eind van de dag. Echt waar, weet je wel. Dan zit je helemaal te jumpen. En dan denk je, Heer, u bent goed. En dan denk je, er is maar iets wat je kan geven. En we gaan weer verder, weet je wel, met dingen. Maar we helpen mensen om Jezus te volgen, weet je wel, om Jezus beter te leren kennen. Esra 7, ik vind het mooi om dat even te lezen, laten we dat doen, vers 27 en 28. Geloof zij de Heere, de God van onze vaderen, die het zo in het hart van de koning heeft gegeven, om het huis van de Heere aanzien te geven. God wil dat wij het huis van hem aanzien geven. Nou, dat kan je met je financiën, dat kan je met woorden doen. Je kan het met woorden afbreuk doen, maar wij zijn anders. Divergent natuurlijk, wij zijn divergent. Wij zijn en we blijven anders. Niet beter, zeg ik, hè? Ik hoop het wel, maar dat zeg ik niet, hè? Nee, we zijn in de wereld, maar we willen God, Gods beeld dragen en vertegenwoordigen. En we willen wel, als het goed is, hem iets laten zien van wie hij is. Maar onder andere het aanzien voor zijn huis. En nou, het gaan we even, als we het even verder lezen. Hij, God, heeft mij goede tierenheid bewezen. Hallo, hier stop ik al even. God wil jou en mij zijn goedheid, zijn goede tierenheid, zijn barmhartigheid, zijn leven, zijn bescherming geven. Dat is mooi. Dat is om blij van te worden. Divergent people zijn blijer dan als je dat niet hebt. Niks met die film te maken, maar uiteindelijk met dat woord wel. Het is leuk. Om het een keer heel creatief vind ik om dat zo te doen. Hij heeft mij goede tierenheid bewezen. En nog wel, bij de koning. Niet gewoon bij de stratenwasser of de glazenwasser. Hoe heet de stratenmaker en glazenwasser. Niet bij iemand. Nee, bij de koning. Wauw, hier in de regeringsstad. Vind ik leuk. Hij heeft mij goede tierenheid bewezen. Bij de koning. Zijn raadgevers. En alle, niet een paar, machtige vorsten van de koning. Hé, ik vatte moed. Omdat de hand van de Heer, mijn God, over mij was. Als jij en ik het moeilijk hebben. Als jij en ik misschien in de ellende zitten. Gepest worden op school, genegeerd worden op de universiteit. Achtergesteld wordt door je chef of directie of baas. Niet begrepen of herkend of erkend door je partner of je familie. Hé, lieve mensen, verzin het, want we weten het allemaal wel. We hebben allemaal dat soort dingen meegemaakt. Maar dan, pak, vat de hand van de Heer. Die heb jij, wat de wereld niet heeft, wat de wereld nodig heeft, dat de wereld moet horen, dat er een God is die jou en mijn hand vast wil houden en dat hij met jou door wil wandelen, door die moeilijkheden heen, door die moeilijke tijd heen, door alles wat niet fijn is en jou wil troosten, jou wil sterken, jou wil helpen, jou wil vrijmaken misschien met nieuw denken en gewoon is. Aanzien wil geven. Mooi hè? Vind je dat niet mooi? Ik vind het zo'n mooie tekst. Zijn goede tierenheid. En ik denk, we hebben dat nodig. We hebben dat nodig van de Heer. En
Ik hoop dat je zijn hand vasthoudt. Dat wil de Heer doen bij zijn kinderen. Psalm 27. Het is een lange psalm. Maar ik vind hem prachtig. De Heer is mijn licht en mijn heil. Hallo, als wij naar de Heer toe gaan, gaan we niet met onze hele grote brokstukken van ellende en pijn en wanhoop en alle depressiviteit en weet ik veel. We beginnen eerst met God te eren voor wie Hij is. Net hier als David in deze psalm. Gewoon beginnen, dat zou zo mooi zijn voor de Heer. Als we beginnen met, Heer, U bent mijn licht en U bent mijn heil. Oh, wat ben ik blij, Heer. Dank u wel dat u dat bent. Ik weet het dat wij dit allemaal al lang doen. Maar goed, toch even voor degene die dat nog niet wisten. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik bang zijn? De Heer is mijn levenskracht. Als we zo in een gebed tot hem komen. Oh, Heer, u bent mijn levenskracht. Nou weet ik nu al dat de oren van de Heer naar jou gericht is. En naar mij gericht is. Dat is heel anders dan, ja, Heer, ik heb een probleem. Hey. Vertel eerst even aan God wie Hij is. Richt je ogen op, niet op het probleem, niet op wat allemaal fout is, maar wat God is voor jou en mij. Als wij zeggen, Heer, u bent mijn levenskracht. Wat denk je nou, dat de Heer zegt, nou, ze zeggen dat ik diegene levenskracht geef. Nou, doe ik lekker vandaag niet. Hallo, natuurlijk niet, lieve mensen. God wil jou en mij zijn levenskracht geven. Oh, als we deze tekst alleen al onthouden, ons hele leven lang zijn we helemaal klaar. Hoeven we nooit meer te preken. De Heer is, oh ja, jawel, we hebben net gehoord dat we ook moeten blijven onderwijzen natuurlijk. Ja, dat weet ik. De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Nu komt er een diepe, maar wij kunnen wel tegen dieptes. Toen kwaaddoeners op mij afkwamen. Hoe vaak bidden wij niet, Heer, geen kwaaddoeners. Ik kan je vertellen, altijd, iedereen zal ergens een keer een moment hebben in je leven. Altijd. Er is niemand uitgezonderd. God heb geen lievelingetjes. Je komt een kwaaddoener tegen. Ga nou niet denken, ik niet. Iedereen komt kwaaddoeners tegen. Als je nou iets hoort van een ander over kwaadsprekerij, ga niet zeggen, oh ja, dat komt zo. Ja, dat, nee. Nee, ga er niet in mee. Van ja, maar dat begrijp ik wel. Ja, nee, dat is ook, dat is zijn eigen schuld of dat is haar eigen schuld. Ga niet mee met kwaadsprekerij. Want kwaaddoeners kom je tegen. Ga niet zeggen van, oh, dat komt daardoor. Of ga ook niet komen dan met vragen. Of met, ja, bij God mag je vragen stellen. En je mag naar wijze mensen toe gaan, hoor, met je vragen, geen probleem. Maar ik wil iets aanhalen hier. Dat het normaal is dat er kwaaddoeners op jou afkomen. Om mij hier even goed lezen. Ik was nog even heel voorzichtig, ik had het nog niet genoemd. Maar om je leven te verslinden. Hé, hey, leven te verslinden, dat is heftig. Ja, dat is niet leuk. Dat wens ik niemand toe. En toch staat het hier. Mijn tegenstanders en mijn vijanden. Hallo, lieve mensen. Ga elkaar niet bidden. Oh Heer, dat alle vijanden weggaan. Dat alle kwaaddoeners die jou proberen te verslinden en jouw leven te verslinden. Helaas. Helaas. En laten we elkaar daarin bemoedigen. Van hele mensen, lees Psalm 27. En ga zeggen tegen elkaar, hey, maar de Heer is mijn levenskracht. En ga niet partijschap, ja dat komt door en dat komt dit en dat komt zus. En hallo, anders. Ja, stappen we hem even, de Heer is mijn levenskracht. Daar gaan we over hebben. Nou, mijn tegenstanders en mijn vijanden. En dan staat, zegt de Heer, struikelden zij zelf en vielen. Laat het in de handen over aan de Heer. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Eventjes leg angst af, lieve mensen. Al belegerde mij een leger. Nou, even kijken. Al brak er een oorlog tegen mij uit. Het was steeds gekker, hè? Jullie dachten dat ik overdreef. Nou, dat is nog niks, het was steeds gekker. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heer, al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen. God wil dat wij zijn liefelijkheid aanschouwen. Dat we niet aanschouwen die kwaadaardigheid, wat fout gaat, wat kwaadaardig is, wat jou probeert te verslinden, wat tegen jou is. Nee, 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 nee. Laten wij divergent zijn, laten wij afwijkend zijn van wat wereldsdenken is, maar laten wij uw manier van denken krijgen, Heer. En dan staat er, ik wil uw liefelijkheid aanschouwen en te onderzoeken in uw huis, want hij doet mij schuilen. Hé, hey, dat is het antwoord. Maar Heer, al komt er een leger, al komt er kwaad, al komen er vijanden, al komt er kwaadsprekerij.
Ga niet denken van, oh, hoe komt dat en hoe kunnen we het oplossen? Welke partij? Oh, nu heeft die gelijk. Nou, maar dat is toch, hallo. Heer, ik ga op u vertrouwen. Ik ga schuilen bij u. Wij moeten soms tegen mensen zeggen, hey, hou op met kwaadsprekerij. Bekeer je. En we gaan zeggen, we gaan naar God toe. En schuilen in zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Ik hou ervan. God wil. Net ik een paar weken geleden over de Lion King gehad. Hallo lieve mensen, jij en ik mogen geplaatst worden door onze God. Hoog op een rots. Wauw, dat wil ik. Nu heft mijn hoofd zich omhoog. Dus je hoeft niet met je kopje naar beneden. Boven mijn vijanden. Dus het staat niet dat de vijanden weg zijn. Hè? Dat hadden we al begrepen. Kijk maar naar Jozef. Zijn familie was zelfs zijn vijand. Kijk eens naar David. Zijn familie was zelfs zijn vijand. Kijk eens naar Jezus. Zijn discipelen was zijn vijand. Vind je dat gek dan? En er zijn nog veel meer. Job ga ik straks nog even over hebben. Die had ook vijanden. Die dacht dat hij vrienden had, maar dat waren zijn vijanden. Lieve mensen, we hebben God nodig. We hebben God nodig. En dan staat er niet dat die vijanden weggaan, maar God wil je boven die vijanden verheffen. Wow, dat is een diepe. Die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Daarom is het goed om in zijn huis te komen. Ik zal zingen. Ja, ik zal psalmen. Zingen voor de Heer. Daarom is het goed om niet alleen maar op de tv te kijken naar afdeling gemist, zeg maar. Maar we hebben God nodig dat je hier meezingt met de worship. Fantastisch, toch? Ik zal psalmen zingen voor de Heer. Hoor, Heer, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig. En dan zegt de Heer, dan kan je zeggen, Heer, antwoord mij. Hij wil je antwoorden. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Dus je gaat tegen de Heer zeggen wat God al in zijn woord zegt. Heer, u bent mijn kracht, u bent mijn sterkte. Weet je wel? Hier staat, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wees uw dienaar niet af. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek. Dus dat moet je soms tegen de Heer zeggen. Heer, laat mij niet in de steek. Dat is al voldoende. Als mensen je in de steek laten. Als kerken je in de steek laten. Als vrienden je in de steek laten. Als familie je in de steek laten. Heer, maar u doet het niet. Hoor je? Mis je je vader? Mis je je partner? Mis je je kinderen? Heer, u niet. De Heere zal mij aannemen. Ik vind dat een mooie belofte. Ga lekker thuis nog een beetje lezen op Psalm 27. Maar vers 13. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien. Ja, oh ja. Vers 12 mag wel even, hè. Er zijn ook valse getuigen. Er zijn zo'n dingen die vals gezegd worden. Ga nou niet doen van, oh, het is gewoon de waarheid, jongens. Stap er boven uit en vertrouw op God. Ja? Ga jezelf niet verdedigen daarin. En vers 14. Wacht op de Heer. Wees sterk. En Hij zal jouw hart sterk maken. Dit is een keus. Ik ga niet wachten tot ik sterk ben. Nee, wees sterk. Doe het en Hij zal je sterk maken. Dat is een geloofstap. Nou, ik ben bijna klaar. En ik wil eigenlijk een stukje lezen over Job. We verspringen eventjes. We springen door naar Job. Ik vind Job even heel apart. Als ik dit stukje begin van Job 42. Ik las het vanmorgen. Ik zie dat daar een stukje openbaring, denk ik, over zit. En ik las het vanmorgen heel vroeg. Dus eigenlijk in de nacht. En ik dacht, want iedereen zegt, ja, Job 42 ken ik wel. Die had vrienden en toen hij het moeilijk had, toen zeiden ze eigenlijk dat hij God verwel moest zeggen. Vers 7 zegt ook dat die vrienden onjuist hadden gesproken. Lees het maar na. Nou, dat kennen we dan misschien wel. En dat hij dan voor zijn vriendjes moest bidden. En dat dan een zegen, een dubbele zegen komt. Oké, nu lezen we even dit. Vers 10. Nadat Job voor zijn vrienden, je zou kunnen zeggen haast geen vrienden van je bestemming in elk geval, voor zijn vrienden had gebeden, bracht de Heer een keer in het lot van Job. Dat zei ik net al. En hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat. In geld, in kinderen, in schoonheid, in gewoon het dubbele. Het dubbele is het dubbele. Dat is heel bijzonder. Gezondheid en sterkte en een lang leven. Verzin het maar. Nou, dat kennen we. Maar nu komt de openbaring. Al zijn broers, want hij had familie, en al zijn zusters en iedereen die hem van vroeger kende, dus alle bekenden,
kwamen naar zijn huis. Hey, hallo. Als jij in de ellende zit en er komt geen kip. Niemand komt. Geen familie. Niemand komt. En als jij uit de ellende bent gekomen, want God geeft jou een dubbel deel. Je wordt dan gezegend. Oh, daar komen ze aan. Hallo. Oh, hier ben ik. Hallo, lieve mensen. Ik zou ontzettend neidig geweest zijn. Dat is mijn vlees, hè? Mijn oude vlees. Ik zou zeggen, nou, nu hoef je ook niet meer te komen. Toen ik net het nodig had, toen had ik je graag gehad. Toen ik bijna dood ging van de pijn en ellende en allemaal mijn kinderen, heel veel rouw en verdriet. En toen had ik begrip nodig. Toen had ik jouw troost nodig. Toen had ik een luisterend oor nodig. Toen had ik iemand nodig die voor mij zorgde en met mij mee ging bidden en strijden. En weet ik veel allemaal, die naar mij wilde luisteren. Hallo, waar was je toen? En als het goed is, oh, dan komen ze aan. En ze hadden ook nog, ja, sorry hoor, hier heb je nog een gouden ringetje en zo, weet je wel. Wow, ik zou geloof ik ontploffen. Maar Job is een voorbeeld. Hij had genade. Divergent. Hij was anders. Hij was afwijkend dan het oude vlees, dan wat je had verwacht. Hij was afwijkend. Job was anders. En wij denken vaak, ja, hij bad. Nee, maar hier komt hij. Al zijn broers, daar komen ze aan hoor. Wow, hier daar zijn we. Leuk, want ja, het gaat nu goed met jou. Kwamen naar zijn huis om samen met hem te eten. Nou, je zou gezegd hebben, nou joh, nou hoeft het niet meer. Ze schudden hun hoofd en troosten hem, omdat de Heer zoveel rampspoed over hem had uitgestort. Ja, deed dat. En elk van hem gaf een geldstuk en een gouden ring. Weet je wel zo. Heel lieve mensen. Als jij en ik in de ellende zit, verwacht het niet van mensen. Verwacht het van God. Wees divergent. Heb een ander denken dan. Wees niet afhankelijk van mensen. En ook als jij mensen kent in jouw omgeving die in de ellende zit, help ze naar God toe. Want we hebben een missie. We hebben een opdracht hier op aarde. We zijn niet voor eeuwig op de aarde. We zijn eeuwig straks bij God. Maar laten we de mensen vertellen over wie Hij is. En weet je, wees net als Job. Wees divergent. Wat als Gods volk zou opstaan, levend in de wereld maar vanuit Bijbelse, goddelijke principes. Wat als zij deze zouden toepassen in het dagelijks leven? Levend in de wereld, maar vanuit andere waarden. Wat zou het betekenen in ons dagelijks leven? Wanneer onze waarden gebaseerd op zijn woord onze levensstijl verandert, ons leven mooier en rijker maakt, onze daden impactvoller maken. Wat zou God kunnen doen door zo'n volk heen? Wat zou de impact kunnen zijn?